Deo, de hele jeugd natuurlijk bij Ajax gespeeld en dan moet je nu naar PSV. Geeft dat dan iets extra's voor morgen? Nee, het is gewoon, je wil altijd winnen. Het gebeurt nu niet eigenlijk, maar dat wil je wel dit eens is. Dus het is niet speciaal, maar het is wel, je hebt wel gewoon veel zin om te spelen. Hoe ga je zo'n wedstrijd in? Want het is natuurlijk ongeslagen nummer 1 van de ranglijst. Ja, klopt. Nee, ja, je moet nooit erin gaan met de intentie van of denken van we gaan dan verliezen. Dat moet je nooit doen, dan verlies je sowieso al. Dus we geven gewoon alles en we gaan het zo moeilijk mogelijk maken. Zit je dan niet al stiekem toch van bij de wedstrijden die hierna komen? Want daar kun je echt misschien wel punten gaan pakken. Nee, ja, klopt. Maar nee, de wedstrijd is nu. En ja, we zijn niet kansloos. Kijk, we hebben wel verloren. Veel van wedstrijden achter elkaar. Maar kansloos zijn we niet. Dus we gaan er gewoon hard tegenaan. En we gaan het heel moeilijk maken nog een keer. Heb jij PSV deze week zien spelen tegen Tottenham? Ja. En heb je een beetje een idee waar de kansen liggen voor Groningen? Nou, de kansen liggen wil ik niet zeggen. PSV is gewoon een heel goed team. Ze spelen toch wel op de counter, vind ik. Maar dat kunnen ze ook heel goed. Dat is ook te zien. Nee, waar de kansen liggen, het is gewoon ons eigen ding nu, weet je. Dat lukt nog niet, maar daar gaan we wel vanuit en we kunnen het gewoon moeilijk maken. Ik heb niet echt iets om te zeggen erop. Heb je wel zoiets van, als het dan toch achterkomen 1-0, 2-0, dan kunnen we maar beter gewoon dichtgooien achterin? Nou, hangt er vanaf hoeveelste minuut het is bijvoorbeeld. Ja, als het gewoon de laatste paar minuten is en je ziet dat we kansen zijn, dan is het wel beter om het gewoon vast te zetten. Gewoon op slot. Maar als het in de wedstrijd is 45e minuut of zo dat we 1-0 achter staan, dan gaan we niet vastzetten. Dan gaan we gewoon nog steeds pushen. Maar jij tegen Lozano of Bergwijn, dat zijn wel even de serieuze tegenstanders. Ja, maar dat vind ik ook het lekkerste, weet je. Die willen een actie maken en daar kom ik weer mijn kwaliteit om hen uit te schakelen. Dus dat vind ik juist wel lekker.